We maken een sprong in de tijd en gaan naar het Utrecht van rond 1929. Aan de overweg in de Amsterdamse Straatweg dalen de spoorbomen. Voor voetgangers, fietsers en voor lijn 3 betekent dat oponthoud. Het zuinige Utrechtse trambedrijf heeft het uit bij Berlijn gelegen Eberswalde een aantal trams overgenomen, waaronder ook motorwagen 66. In 1929 doet nog steeds een aantal trams uit het openingsjaar 1906 dienst. We zien de 17 hier als motorwagen. Haar soortgenoten zijn dan al tot aanhangrijtuig gedegradeerd. Dit was mogelijk na de levering van nieuwe trams door Werkspoor in 1927. Een van deze nieuwe aanwinsten, de 73, rijdt de Catharijnenbrug op. In het waterrijke Utrecht vormen de bruggen een regelmatige bron van vertraging voor de trams. We kijken richting Vreeburg. Rechts bevindt zich de oude jaarbeurs. Aan het verkeersgevoel bij de brug over de Oude Gracht neemt ook de NBM deel. In de stromende regen komt ons een ander Utrechts gelegenheidskoopje tegemoet. Een uit Altona bij Hamburg overgenomen tram. Ook de postbesteller, met cape, laat zich per tram vervoeren. Het spaarzame Utrechtse trambedrijf was in 1923 begonnen met eenmanswagens. Er moest vooraan bij de bestuurder worden ingestapt. Vooral in het drukke centrum, zoals hier op het Neude, werkte dit vertragend. Als het markt is, heeft de tram het bij het Neude extra druk. Bij de kruising Zonstraat-Leidsestraat staan fietsers te wachten op een teken van de verkeersagent. De broodbezorgers gaan op pad terwijl passagiers instappen in motorwagen 35 van de hoogstgenummerde tramlijn, lijn 5. Aan motorwagen 23 is goed te zien hoe de deuren op het voorbalkon ten behoeve van de eenmansexploitatie verwijderd zijn. De Rijksmunt. Met een resoluut gebaar krijgt het verkeer van rechts vrij baan. Utrecht was de eerste stad van betekenis in Nederland waar de stadstram werd opgeheven. In januari 1939 verdween de gemeentelijke tram definitief uit het straatbeeld van de Domstad. De stoomtrein, op de achtergrond vertrekt de Rijn uit Utrecht Centraal Station, hield het bijna 20 jaar langer uit.